Goeiedag. Het laatste weekend van het jaar staat voor de deur. Laten we maar eens gaan kijken wat het weer gaat doen. Mooie foto vanuit Rotterdam in de vroege ochtend. Ja, Rotterdam is natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar de wind die er gaat komen tijdens de jaarwisseling in verband met het vuurwerk. Dit is een foto die tijdens de Vierdaagse in Nijmegen werd gehouden. Toen was de wind absoluut geen probleem, was een mooi vuurwerk te zien. Maar dit weekeinde is het toch wel weer heel wisselvallig weer. We pakken de kaarten op in de nacht van vrijdag op zaterdag en zien dan al dat Nederland te maken heeft met buien. Dat trekt wel weg en die zaterdag ziet er verder op zich wel goed uit. Alleen het noordwesten, dat blijft toch wel gevoelig voor wat buien en regen. Zondag, oudejaarsdag, ja, dan passeert er gewoon een storing. En dat betekent overdag geruime tijd regen. Dan wordt het geleidelijk aan wat droger. Maar uiteindelijk komen er ook weer buien. En dat zien we hier. Dit is zo'n beetje rond de jaarwisseling. Veel buienactiviteit in de kuststrook. Daar in de kustprovincies echt wel met enige regelmaat buien. Maar ook landinwaarts kan hier en daar een bui vallen. Maar dat betekent ook dat het daar juist af en toe droog kan zijn. En er ligt een lage drukgebied bij Schotland. En het lage drukgebied zorgt ervoor dat het vrij stevig waait. Met name boven de Noordzee. Maar ook in de kustgebieden kan toch wel een krachtige wind staan. Misschien zelfs wel af en toe hard. En dat soort windsnelheden zijn natuurlijk te hoog voor vuurwerkshows. Maar het is nog wel allemaal een klein beetje onzeker. Misschien dat het nog wat bijdraait en gaat die wind wat minder uitpakken. Nou, zaterdag, zoals gezegd, een vrijwel droge dag in heel het land. Alleen in het noordwesten later op de dag en ook in het noorden, daar kan wat neerslag gaan vallen uiteindelijk. Temperaturen tussen de 8 en de 10 graden. En dan waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Die wind is zaterdag echt wel weer eventjes wat minder in vergelijking met vandaag en de afgelopen dagen. Zondag, ja, dat is dan die wisselvallige dag. Overdag enige tijd regen. In de middag wordt het dan langzaam maar zeker wat droger, maar daarna volgen dus de buien. Ook tijdens de jaarwisseling is dat het geval. Temperatuur tussen de 7 en de 9 graden. En de temperatuur zal tijdens de jaarwisseling zo tussen de 5 en de 7 graden zijn. En dan de dagen na de eerste dagen van het nieuwe jaar. Nou, die zien er ook nog steeds wisselvallig uit. Maandag is er ook wel wat ruimte voor de zon. Temperatuur ligt rond de 8 graden. En we zien dan dat in de week de temperatuur langzaam maar zeker steeds verder naar beneden gaat. Fijn weekend. En een mooie jaarwisseling.